Oké, dit is de vierde film in de serie over elektriciteit voor HAVO Natuurkunde Bovenbouw. En het gaat over weerstand en schakelingen, zowel serie parallel als combinatie. Nou, eerst opgave 15. Armand heeft de beschikking over een spanningspan van 15 volt en 3 weerstanden. R1 van 47 ohm, R2 van 83 ohm en R3 van 120 ohm. Hij bouwt er eerst een serie schakeling mee. Nou, dat gebeurt hier netjes achter elkaar allemaal. Oké. Teken het schakelschema. Hier heb je natuurlijk de batterij, de stroombron, R1, R2 en R3 zitten allemaal op een rijtje. Ook met de bron, dat is een serie schakeling, eigenlijk gewoon een rijtje achter elkaar. En je kan zien dat de stroom van plus naar min loopt en de elektronen lopen dus de andere kant op. Bereken dan de totale weerstand. Nou, de totale weerstand in een serie schakeling is makkelijk. Je telt gewoon de 3 weerstanden bij elkaar op. Die zijn 47, die zijn 83 en 120, samen is dat 250. Dan bereken dan de spanning over R1. Dan moet je eerst de stroomsterkte uitrekenen. Dat doe je met de wet van Ohm. En die pas je dan toe op de totale weerstand en de totale spanning. De totale spanning is die van de bron. En die was 15 volt. En de totale weerstand was 250 ohm. En dan krijg je dus de totale stroomsterkte. Want het is een serieschakeling, die is overal hetzelfde. Goed, dat gaan we dus hier doen. U-totaal is I-totaal met R-totaal. Invullen 15 en 250. I is dan 15 gedeeld door 250. Is er 0,060 ampère. Dus er loopt 0,060 ampère. En die komt langs R1, die komt langs 2, die komt langs 3. Oké, dan gaan we de spanning van de eerste weerstand bepalen. Je weet de stroomsterkte door die eerste weerstand. Die is 0,06 ampère. Dat is een serie schakeling. Die is overal 0,06 ampère. En je weet dat de weerstand 47 ohm is. Nou, die vermenigvuldigen je met elkaar en dan ben je er. Dus de spanning over 1 is 0,060 maal 47, is 2,82 volt, 2,8 volt als je op significantie zit. En zo kun je dat natuurlijk ook doen voor 2 en voor 3. En als je dan die 3 spanningen bij elkaar optelt, dan moet je weer op de spanningsbron, spanning, de totale spanning van 15 volt uitkomen. Nou, wordt niet gevraagd, maar kun je wel doen. En als je het doet en je doet het goed, dan zal je inderdaad, als je ze optelt, ook echt op die 15 uitkomen. Nou, gaan we naar de tweede race. Daarna bouwt hij de schakeling om tot een parallelschakeling. Zoals mij zei, dan teken opnieuw het schakelschema. Oké, hier zit de spanningsbron. Hier heb je de stroom. Je gaat door 3 takken heen. Zo. Die parallele takken. En die gaat dan weer terug naar de spanningsbron. 1, 2 en 3. Van boven naar beneden. Getekend. Kan het ter volgorde. Maakt niet uit. Bereken de totale geleidbaarheid. Nou, de totale geleidbaarheid is makkelijk in een serie, of in een parallelschakeling. Dan tel je namelijk gewoon die tel je bij elkaar op. En we bepalen nou de geleidbaarheid. Dat is 1 gedeeld door de weerstand. Dus voor 1 is dat 1 gedeeld door 47. Voor 2 is dat 1 gedeeld door 83. En voor 1 is dat 1 gedeeld door 120. En als je dat dan optelt, dan kom je uit op 0,04146. Als je op significantie let, is dat 0,042 siemens. Wat ook kan is dat je ze eerst apart uitrekent en de tussenantwoorden opschrijft en dan die achteraf bij elkaar optelt, komt hetzelfde uit. Dan F betekent dan de totale weerstand. Dat is makkelijk. We weten de totale geleidbaarheid. De weerstand is 1 gedeeld door de geleidbaarheid. Dus 1 gedeeld door deze waarde. Kom je uit op 23,8 ohm. Hier doen ze hetzelfde maar dan met het formuletje. Geleidbaarheid is 1 gedeeld door weerstand. Geleidbaarheid voel je in. R is dan 1 gedeeld door die. En dan komt deze waarde 24 ohm uit. Oké, bereken dan de totale stroomsterkte. Dan moet je weer de totale spanning, de totale stroomsterkte en de totale weerstand gebruiken. Nou, de totale spanning die is nog steeds 15 volt. De totale weerstand hebben we net uitgerekend, dat was 24 ohm, dus daar staat hij. Dus die vul je allebei in. Hier heb je 15 volt en hier is 24 ohm. De stroomsterkte is dan 15 gedeeld door 24, is 0,0625 ampère. Oftewel 0,63 ampère als je leidt op significantie. Goed, gaan we naar 16. Joppe heeft een spanningsbron van 40 volt. Hierop wil hij een lamp aansluiten. De lamp brandt normaal als er een spanning van 12 volt overstaat. De stroomsterkte door de lamp is dan gelijk aan 0,40 ampère. In figuur 6,29a, dat is deze, zie je een schakelschema om de lamp van 12 volt normaal te laten branden. Bereken dan de weerstand. Deze weerstand als de lamp normaal brandt. Oké, nou, even goed nadenken. Hier heb je 40 volt en deze lamp heeft 12 volt. Dan moet deze spanning over deze dus 28 volt zijn. Dat wordt hier bepaald, zie je wel.
De stroomstekking die weet je, die is 0,40 ampère. Dat is overal zo. Dus hier heb je 28 volt en 0,40 ampère. Dan kun je de weerstand van deze uitrekenen. Nou, dat gebeurt hier. De spanning van deze is de stroomsterkte door deze maal de weerstand van deze 28 en 0,40 invullen. En R is dan 28 gedeeld door 0,40 is 70 ohm. Dus hier moet je een voorschakelweerstand, noem je dat, van 70 ohm opzetten. Dan B, in figuur 96B, als je een ander schakelschema ziet, Joppe denkt dat bij een juiste waarde van de weerstand de lamp van 12 volt normaal kan branden. Leg uit of deze schakeling geschikt is om de lamp normaal te laten branden. Nou, de spanning is 40 volt. Dan komt er dus 40 volt over deze te staan. Want het is een parallelschakeling. Ook 40 volt over deze te staan. Maar dat was niet de bedoeling. Er moest 12 volt over staan. Dus dat is niet goed. Dus dat gaat niet werken. 17 dan. De vragen die in deze opgave worden gesteld, moet je met een korte toelichting beantwoorden. Dat is altijd zo eigenlijk. Je beschikt over 3 identieke lampen, 2 ervan schakel je in serie en sluit je aan op een regelbare spanningbron. Zie figuur 630, dat is hier gebeurd. De spanning stel je zo in dat de lampjes goed branden. Even later sluit je een derde lampje in serie met de eerste 2 aan. Dat is hier gebeurd. Oké. Verandert de spanning over lampje 1? Ja, dat verandert natuurlijk. Stel dat dit een spanningbron van 12 volt is, dan moeten deze twee dus samen 12 volt krijgen. Die bijvoorbeeld 2 en die bijvoorbeeld 10. Als dit 12 volt is, dan moet die verdeeld worden over 3 lampjes. Dan gaat deze natuurlijk geen 2 en deze geen 10 krijgen, maar minder. Want deze moet ook een bepaalde spanning over zich krijgen. Dus de spanning zal inderdaad dalen in lampje 1 en ook in lampje 2. Verandert de stroomsterkte in lampje 1? Ja, die verandert ook. Als je een extra lampje toevoegt, dan is dat dus een extra weerstand die je gaat toevoegen. De spanning blijft hetzelfde, dus er gaat minder stroom lopen. Dus de stroomsterkte in lampje 1 en lampje 2 is overigens hetzelfde. Er zal minder worden in deze situatie als er een derde lampje bij zit. Nou, gaat door lampje 1 fel of minder fel branden of blijft het even fel? Het wordt minder fel natuurlijk. Hoe fel het lampje brandt wordt bepaald door het vermogen en door die weer door de spanning en de stroomsterkte. Nou, de spanning in lampje 1 daalde als je een derde lampje toevoegde. En de stroomsterkte door 1 daalde ook als je een derde lampje toevoegde. Dus die gaat zeker minder fel branden. 2 natuurlijk ook. D, verandert die door het vermogen dat de spanningsbron moet leveren? Ja, het vermogen, de spanning die blijft natuurlijk hetzelfde die de spanningsbron moet leveren. Maar we hadden gezien, hier loopt meer stroomsterkte doorheen dan dat er hier doorloopt. Vermogen is spanning maar stroomsterkte. Als de stroomsterkte hier kleiner is, dan is het vermogen natuurlijk ook hier kleiner. En hier is de stroomsterkte groter en het vermogen is dus ook groter. De spanning is hetzelfde bij allebei. Oké, vervolgens zie je 2 lampjes parallel aan elkaar en sluit je ze op de spanningsbron aan. Zie figuur 631a, dat is hier. Opnieuw steekt de spanning zo in dat de lampjes goed branden. Even later sluit je een derde lampje aan met de tweede. Zie figuur 631b, hier komt dus een derde lampje bij. Oké, gaan we hier naar de vragen. Even de pijl volgen. Verandert de spanning over lampje 1? Nou, de spanning als deze 12 volt, het is een parallelschakeling. Die zie je hier 12 volt en daar 12 volt. Als deze spanning 12 is, deze 12 volt, 12 volt, 12 volt, dus verandert niet. Verandert hierdoor de stroomsterkte door lampje 1? Nou, de stroomsterkte die wordt bepaald door de spanning die over het lampje staat. Die blijft hetzelfde. En de stroomsterkte wordt ook bepaald door de weerstand van het lampje, maar die blijft ook hetzelfde. Dus de weerstand door de stroom door deze zal even groot zijn als de stroom in deze situatie. En dat geldt natuurlijk ook voor lampje 2. En ook voor lampje blijft de spanning. En hier komt nog eens een keer een extra stroom doorlopen door lampje 3. Dus de totale stroomsterkte zal groter worden in deze situatie ten opzichte van die. Omdat de totale weerstand kleiner wordt ten opzichte van die. Oké, gaat lampje daar in feller of minder fel branden? Blijft hetzelfde. Dit moet G zijn natuurlijk. De feller wordt bepaald door spanning en vermogen. We hebben al gezien dat spanning en stroomsterkte door lampje 1 niet veranderen. Dus blijft even fel branden en dat geldt ook voor lampje 2.
Verandert het vermogen dat de spanningsbron moet leveren? Ja, die neemt toe. Kijk, want de spanning hier die is bijvoorbeeld 12 volt en daar ook 12 volt. Hier loopt een bepaalde stroomsterkte door, hier loopt een bepaalde stroomsterkte ook door. Die blijven hier ook gewoon precies hetzelfde lopen. En deze stroomsterkte komt er nog bij, dus de totale stroomsterkte neemt toe. Dan neemt het totale vermogen ook toe. Ja, dus de batterij zal meer vermogen moeten leveren in deze situatie dan in deze situatie. En grappig, hier was dat net andersom. Oké, dat is 17. Gaan we naar 18 toe. 18, je hebt misschien over 3 weerstanden. R47 ohm, 83 ohm en R120 ohm. Die hebben we al een keer eerder gezien. In figuur 6.32a tot en met deze zie je 4 schakelingen die je met deze weerstanden kunt bouwen. In elke schakeling is de spanning van de spanningsbron gelijk aan 15 volt. Oké, bereken voor schakeling 6.32a de spanning over R. Nou, dan moet je eerst de totale weerstand bepalen. Dat is door die 3 op te tellen. Dat gebeurt hier, is 250 ohm. De spanning die was 15 volt. Invullen hier 0,06 ohm. Het komt me erg bekend voor. En dat is ook terecht, want dat deden we al een keertje in 15a. Even kijken naar de vraag beantwoord. De spanning over. Oké, de spanning is dus stroomsterkte maal weerstand. De stroomsterkte is 0,06 ampère en de weerstand was 47 ohm, dus 2,82. Oké, hadden we al een keer gedaan. B, bereken dan verschakeling 3,23b de totale stroomsterkte. Dat zal dan ook wel hetzelfde zijn als 15. Maar goed, we gaan er gewoon invullen. De spanning is 15 volt, de stroomsterkte is 47. De stroomsterkte is dan die twee op elkaar gedeeld, dus 0,319 ampère. Dat doe je voor 1. Volgens mij hebben we het toch niet gedaan. Doe je even kijken, dat doe je ook voor 2. Invullen 15 en 83 ohm. Op elkaar delen 0,181 ampère. En ook voor 3. 15 volt 120 ohm. Op elkaar delen 0,125 ampère. Nou, die tel je alle 3 bij elkaar op deze 3 waarden. En in totale stroomsterkte heb je dan 0,625 ampère. Of dan 0,63. Goed, bereken dan voor schakeling 6,32C de spanning over R1, zal dat zijn. Een combinatieschakeling, dus wordt hier even wat ingewikkelder. We moeten eerst even kijken, R1 en R2 die staan met elkaar parallel. En R3 staat er dan in serie mee. Nou, wat je dan eerst moet gaan doen is de totale weerstand bepalen. Oké, nou dat is het eerst maar van het parallelle deel. Dus moet je beginnen. Goed, de weerstand van het parallelle deel, daar hebben we geen formule voor. We hebben wel de geleidbaarheid. Dat is namelijk gewoon de geleidbaarheid van die twee optellen. En als je die dan hebt, kun je de weerstand van deze twee bepalen. Nou, de geleidbaarheid optellen is 1/47ste en 1/83ste. Want ze zijn 47 en 83 ohm. Als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je 0,0333. En de geleidbaarheid is dat van die twee samen. De weerstand van die twee samen is dan 1 gedeeld door die waarde. Dus 1 gedeeld door 0,33332 is hier opeens bij. Nou, 30 ohm. Dus deze twee, als ik die losmaak en ik vervang die door een weerstand van 30 ohm, dan blijft dus de totale weerstand hetzelfde. En even kijken, deze is dus 30 ohm. Die staat in serie met die was 120 ohm. Dus samen is dat dan 150 ohm. Oké, goed. Dan heb ik dan de vraag beantwoord. Nee, nog niet helemaal. Want we moeten bepalen wat de spanning is over R1, dus we zijn er nog niet. Nou, we weten nu wel dat de spanning bij de bron 15 volt is en dat in totaal de weerstand 150 ohm is. Dan kun je de stroomsterkte bepalen die door R3 loopt. Oké, dat gaan we doen. 15 volt, 150 ohm, dan is de stroomsterkte dus 150 is 0,100 ampère. Dan zijn we er nog steeds niet. Hier heb je dus, maar weet nu wel dat dit een weerstand is van 120 ohm en dat er 0,1 ampère doorgaat. Dan kun je de spanning over deze uit te rekenen. Nou, dat gaan we hier doen. Spanning van 1 is stroomsterkte van 1 gedeeld door de weerstand van 1. 0,100 ampère maal 120 ohm is 12 volt. En nou zijn we er, want deze is 15 volt, deze is 12 volt. Dan staat over dit stuk dus het verschil tussen die twee en dat is 3 volt. Dat wordt dus hier bepaald. De spanning over 1 en 2 is 15 min 12 is 3 volt. Oké, gaan we naar D. Oké, gaan we naar D. Beredeneer zonder gebruik te maken van je rekenmachine of de totale stroomsterkte in figuur 36D, dat is deze,
groter dan, kleiner dan of gelijk is aan de totale stroomsterkte in 36C. Dat is deze. Dit is dus een andere combinatie van parallelle serie. Het lijkt heel lastig om dat te bepalen, maar eigenlijk valt het mee. Want de totale stroomsterkte worden twee dingen bepaald. Namelijk de spanning van de bronnen, die is in beide gevallen hetzelfde. En door de totale weerstand. Is de totale weerstand hoog, is de stroomsterkte laag. En is de totale weerstand laag, is de stroomsterkte hoog. Nou, hier weten we al, we hebben uitgerekend dat de weerstand 150 ohm is in totaal. Nou, gaan we hier naar kijken. Hier is de weerstand, dit stukje is 120 ohm. Ja, dat is R3. En deze is bij elkaar 47 plus 83, dat is 130 ohm. Nou, als je 120 ohm en 130 ohm parallel zet, dan wordt de weerstand nog lager. Dat heb je met een parallelschakeling. Dus die wordt veel lager, die wordt nog lager dan 100 ohm, terwijl hier 150 ohm is. Dus de totale weerstand is hier veel lager dan daar. En dat betekent dus dat er meer stroom gaat lopen hier dan daar, omdat de spanningen gelijk zijn. Nou, je mag het niet uitrekenen, maar als je het zou willen uitrekenen, zou je dat kunnen doen. Ik heb dat gedaan. De totale weerstand is iets van 62, 63 ohm. En dan de totale stroomsterkte wordt iets van 0,25 ampère. Dus als je het narekent, dan klopt het allemaal echt. Goed, gaan we naar 19. De motoren van elektrische treinen in Nederland krijgen hun energie via de koperen bovenleiding. De weerstand van een 2 km bovenleiding is 0,068 ohm. In figuur 633 is een schakeling getekend die de energie vereenvoudigd weergeeft. De spanningsbron levert 1,5 kilovolt. Op een bepaald moment is de stroomsterkte door de motor van de trein 4,0 kiloampère. De weerstand van de rails van de toevoer en afvoerdaden zijn te verwaarlozen ten opzichte van de weerstand van de bovenleiding. De trein vindt zich op een 2 kilometer van de spanningsbron. Toon aan dat de spanning over de bovenleiding gelijk is aan 2,7 maal 10 tot de tweede volt. Goed, dat gaan we doen met de wet van Ohm. De spanning van de bovenleiding is de stroomsterkte van de bovenleiding maal zijn weerstand. De stroomsterkte is 4,0 kiloampère, oftewel 4000 ampère. De weerstand is gegeven als 0,068 ohm. Dus als je die met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je dus de spanning. Hier wordt dat gedaan. 272 volt zit in die kant, 2,7 maal 10 tot de tweede volt. En dan moesten we aantonen. B, bereken dan de spanning over de motor. Oké, de hele zaak is een serieschakeling. Dus de totale spanning is de totale spanning van de bovenleiding plus die van de motor plus die van de rails. Maar die was 0. Oké, de spanning van de bron die hadden we net uitgerekend. Die is gegeven als 1,5 maal 10 tot de derde volt. De spanning van de bovenleiding hadden we uitgerekend als 272 volt. Oké, dan is de, dus gaan we dat invullen. De totale spanning is dus 1,5 maal 10 tot de derde. Deze is 272, deze weten we niet en die is 0. Nu is deze natuurlijk die min die. 1,5 maal 10 tot de derde min 272. Dan kom je uit 1,23 maal 10 tot de derde volt. Zo, 1,2 maal 10 tot de derde als je let op significantie. Dus 1200. Oké, de Nederlandse spoorwegen wil in de toekomst overschakelen op een spanningbron van 2,5 kilovolt in plaats van 1,5 kilowatt, neem ik aan. In plaats van 1,5 kilovolt. Ja, dus volt inderdaad 2,5 kilovolt en 1,5 kilovolt. Oké. Sorry, 25 kilovolt en 1,5 kilovolt is niet zo goed te lezen. Leg uit dat de spanning over de motor groter is als de spanningsbron 2,5 kilovolt levert. En dan gaan we weer terug naar deze. De spanning totaal wordt nu in plaats van 1,5 wordt dat 2,5 kilo, 25 kilovolt, dus dat is veel meer. De spanning van de bovenleiding blijft hetzelfde. De spanning van de rails is 0. De spanning van de motor zal dus ook veel groter worden. Je kan het zelf uitrekenen. In plaats dus wordt het dus 2,5 maal 10 tot de vierde min 272. En dat is veel meer dan deze waarde. Oké, D. Voor de warmte die per seconde in de bovenleiding geldt, P is I kwadraat maal R. Leid met behulp van de formule voor het vermogen en de wet van Ohm. Oh, dan moet je dus afleiden. Oké, dat is niet zo heel moeilijk. Je weet dat vermogen is P is U maal I. De wet van Ohm is U is I maal R. Goed, dan ga je op die plaats van die U ga je I maal R invullen. Dat wordt hier gedaan. Dan krijg je dus P is I maal R maal I. Oftewel, hier staat dat. I maal R maal I. Oftewel I kwadraat maal R.
Overstappen op een hogere spanning is gunstig voor de NS. Als de motor een toekomstige tijd hetzelfde vermogen afneemt, is het rendement groter. Leg dat uit. Nou, voor het rendement geldt dat het geleverde vermogen en het warmteverlies per seconde natuurlijk van belang is. Voor het opgenomen motorvermogen geldt, nou, P is de manie van de motor. De spanning van de motor is groter geworden, dat hadden we al bepaald. Om hetzelfde vermogen aan de motor te kunnen afsluiten, heb je dus minder stroomsterkte nodig. En voor de warmte per seconde, die hangt erg sterk af van de stroomsterkte. Kijk maar, zelfs de stroomsterkte in het kwadraat. Dus als de weerstand van de bovenblijft hetzelfde blijft en de stroomsterkte wordt veel kleiner, dan krijg je dus minder warmteverlies. Ja, dus het rendement zal veel groter zijn. En dat gaat zelfs kwadratisch. Hè? Dus als de stroomsterkte halveert, dan is het warmteverlies zelfs 4 keer zo klein. Dus dat is echt wel de moeite waard. Oh, gaan we naar 20. En dat is de laatste. Afra heeft een kerstboomlichting met 50 lampjes. Op de verpakking staan de volgende aanwijzingen. Alle lampjes moeten goed ingeschoven zijn. Als één los zit, werkt de verlichting niet. Dat heeft met een serieschakeling. Dus het is een serieschakeling. 2. Vervang onmiddellijk een defect lampje door een nieuw lampje. 3. Sluit de kerstboomverlichting aan op 230 volt. Oké. De 50 lampjes zijn in serie geschakeld. A. Leg dat uit volgens aanwijzing 1. Nou, als er één lampje het niet doet, dan gaan ze allemaal uit. Dus dat is makkelijk. Dat is alleen een serieschakeling zo. Afra legt de kerstboomverlichting aan. Alle lampjes branden normaal. De stroomsterkte door de lampjes is 0,15 ampère. Dat betekent dan de weerstand van één brandend lampje. Nou, dat is niet meteen te doen. Dan kun je het beste eerst de weerstand van alle lampjes uitrekenen. En dan delen door 50. Want ze zijn allemaal hetzelfde. Goed, de totale spanning is 230 volt. De stroomsterkte in totaal is 0,15 ampère. Nou, die vul je in. Dan krijg je de totale weerstand. Is dus 230 gedeeld door 0,15 is 533 ohm. Dat is voor alle lampjes samen. Lampjes zijn allemaal identiek en ze staan in serie. Dus de weerstand van één lampje is dus deze waarde gedeeld door 50. Want er zijn 50 van die lampjes. Kun je uit op 31 ohm. Dan, even kijken. In figuur 6,34 zijn 3 van de 50 lampjes getekend. Dat is hier dus. Elk lampje heeft een toevoerdraad en een afvoerdraad. Als het lampje goed is ingeschoven, maken toevoerdraad en afvoerdraad contact met de hoofddraad. Voor het rechterlampje geldt dat, is dat bij punten A en B. Daar dus, oké. Okay. Als er geen lampje tussen A en B is afgesloten, is de spanning tussen A en B gelijk aan 230 volt. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. De parallelschakeling geldt dat de geleiding van het lampje is alle geleidingen bij elkaar allemaal opgeteld, plus die van de draad. De weerstand is heel erg groot, is bijna oneindig groot, doet eigenlijk helemaal geen stroom. Dat betekent dus dat de geleiding ongelooflijk klein is. En als de weerstand over alles behalve dit stukje AB ontzettend klein is, als deze weerstand ontzettend groot is en de rest van de weerstand, dat betekent dus dat alle spanning ook hierover komt, over dit stuk komt te staan. En dat is dus gelijk aan de spanning van de stopcontact. En over de hele rest komt dan een spanning van 0. Oké, in elk lampje zijn op de toe- en afvoerdraad 2 dingen aangesloten. Het gloeidraad en een parallel daaraan een zogenaamde shunt. Die staat hier getekend. Oké, staat parallel aan de gloeidraad. Oké. Deze shunt is heel speciaal. Als de gloeidraad intact is, is de weerstand heel groot. Maar als de gloeidraad kapot gaat, wordt de weerstand in de shunt heel klein. Leg uit dat de weerstand van een brandend lampje gelijk is aan de weerstand van de gloeidraad over dat lampje. Oké, nou de gloeidraad heeft een kleine weerstand. En de shunt heeft een enorm grote weerstand. Dat betekent dat dat voor het totaal dat eigenlijk alle stroom door dit gedeelte gaat en bijna helemaal geen stroom door dit gedeelte. En dat betekent dus dat, wat was het nou ook weer? Leg uit dat de weerstand van het gloeilampje gelijk is aan de weerstand van het gloeilampje van het draad. Ja, dat betekent dus dat de spanning hier gewoon 230 volt is en dat alle stroomsterkte eigenlijk hier doorheen gaat. En dat is dus, betekent dus dat de weerstand van het geheel gelijk is aan de weerstand van deze. Op een bepaald moment gaat de gloeidraad van het lampje kapot. De spanning over de toe- en afvoerdraad wordt dan 230 volt. De spanning over de shunt wordt dus 230 volt. Door die grote spanning is de weerstand van de shunt klein. Daardoor is er een serieschakeling van 49 lampjes ontstaan. Leg uit dat alle lampjes na korte tijd kapot gaan als je de aanwijzing van 2 niet volgt. De aanwijzing 2 is vermang onmiddellijk een defect lampje door een nieuw lampje.
Ja, dat betekent dus dat er nu normaal 49 lampjes zijn in plaats van 50. Dat betekent dus dat de totale weerstand kleiner geworden is. Dat betekent dus dat er meer stroomsterkte gaat lopen. En ook dat er meer spanning over elk lampje komt te staan. Dat betekent dus dat er elk lampje meer spanning krijgt en meer stroomsterkte krijgt. En dus meer vermogen moet afgeven. En ja, als je meer vermogen moet afgeven, meer dan die eigenlijk gebouwd is, dan heb je kans dat ze stuk gaan. Ja, dus vandaar. Kijk, dat was opgave 4. Paragraaf 4, daarna volgen nog paragraaf 5, 6 en 7.